Hij groeide op als een gewone jongen. Geen welvaart. Plotseling vloog de deur open. Hij hoopte op goed nieuws, maar wachtend op een wonder stierf langzaam de hoop in hem. Hij had het koud. Pap, mam. Maar nog voordat hij antwoord kon krijgen, werd hij van hem losgerukt en hij werd meegenomen door soldaten. Hij klopte op een plek waar hij geblinddoekt werd en werd een wapen op hem gericht. Met als laatste woorden, vaarwel, pap en mam. Als wij aan 5 mei denken, denken wij aan feesten. Hopen wij op zonnestralen en leggen we zoveel mogelijk momentjes vast via Insta of Snapchat. We kunnen zelfs ruzie maken over naar welk festival wij zouden moeten gaan. Zo ook dit jaar. Want dit jaar vieren wij 75 jaar vrijheid. Een nationale vrije dag. Een nationale feestdag. Maar beseffen we ons de reden van dit feest eigenlijk? Niet zomaar vrij van werk en van school. Nee, vrij van oorlog. Staan wij nog wel stil bij hoe onze voorouders gevochten hebben om deze vrijheid die wij vieren mogelijk te maken? Deze generatie verdwijnt. Ken jij nog iemand die de oorlog heeft meegemaakt? Een opa of een oma die kon blijven praten over vliegtuigen die overvlogen. Over klasgenootjes die ineens weg waren of onderduikers die zich bij hen in huis verstopten. Vrijheid is voor ons misschien wel vanzelfsprekend geworden, maar is dat het wel? 75 jaar vrijheid in Nederland. Geen slavernij meer in Nederland en geen geweld meer in Nederland. Maar wij zijn niet alleen. Complete bevolkingsgroepen worden weggestopt in concentratiekampen omdat zij iets anders geloven dan wat er op bepaalde plekken in de wereld van hen wordt verwacht. Bijvoorbeeld Kwalinso. Kwalinso is een strafkamp in Noord-Korea dat 16 keer zo groot is als de stad Washington. 16 keer. Hier worden mensen niet alleen maar toegestuurd wegens geloofsovertuigingen, maar ook omdat ze anders geaard zijn en omdat ze een andere mening hebben. Mensen worden hier verkracht, gemarteld en gedood. En jij? Hoe vier jij 5 mei? Sta je nog wel eens stil bij de Eerste of Tweede Wereldoorlog? Of aan onze medemensen die deze vrijheid niet kennen? Die onmenselijk worden behandeld en gedood worden in bijvoorbeeld heropvoedingskampen. Ik wil gaan beseffen dat vrijheid niet voor iedereen zelfsprekend is. Zelfs niet voor mij, als een welvarende Nederlander. Maar bij beseffen wil ik het niet laten. Onze voorouders zijn mijn voorbeelden. Strijden voor gerechtigheid. Dit is mijn veerede over vrijheid. En wist je dat als je het streepje uit veerede weghaalt, dat er vrede komt te staan. Ik proost dit jaar heel bewust op onze vrijheid en onze vrede. Jij ook?